De kunstkoker is een al-inkoker waarmee je een kunstwerk kan maken. Een meesterschilder kan je worden. Je kan kiezen uit Rembrandt, Gustav Klimt, Hundertwasser of Henri Rousseau. Per koker zit er één kunstenaar in. En per kunstenaar leer je de stijl en de techniek van de kunstenaar. Dus bij Henri Rousseau leer je alles over zijn jungles maken. 50 tinten groen, daar staat hij onbekend. En bij Henri Rousseau krijg je twee schablonen. En dat is een A3 formaat met natuurkarton. De eerste schabloon, die ga je opbouwen met de horizon en twee tinten groen. Dat is de basis. En als je die af hebt, pak je de andere schabloon. Die kan je uitknippen of verder schilderen. En die bouw je zo op tot dit resultaat. Dan heb je de jungle van Henri Rousseau. Bij Rembrandt leer je arceren met de potloden met verschillende hardheden. En arceren, dat is eigenlijk streepjes zetten, grote, dikke, willekeurig, grillig. Dan ga je hem opbouwen met twee schablonen. Eerst maak je dit stukje af. En het leuke van Rembrandt is dat hij wel de eerste was die met selfies werkte. Hij deed verschillende emoties, dus hij trok zeg maar gekke bekken. Dus als je hier een beetje scheef gaat, is helemaal niet erg, want er ontstaat altijd een emotie. Je gaat dit schabloon ga je afmaken met de potloden en er zit een gum bij, wat heel belangrijk is. En als je die af hebt, dan ben je al heel trots op jezelf en dan zit het tweede schabloon bij. De kunstkoker van Gustav Klimt, daarbij krijg je dus twee tinten goud en de primaire kleuren. De primaire kleuren zijn rood, geel en blauw. En daaruit kan je eigenlijk alle tinten mengen. Zwart-wit is ook belangrijk om het donker of licht te maken. Het stappenplan ga je eerst het schabloon maken van Adèle, het model. En de basis is zo dat je het goudverf doe je over het hele schabloon. Behalve het gezicht en de handen. En dat is al de basis van Adèle. En van daaruit kan je met de andere kleur nog verven. Hundertwasser is een van mijn favorieten. Bij Hundertwasser leer je dus alles over zijn stijl en techniek. Hij was niet alleen een kunstenaar, maar hij ontwierp ook gebouwen. Hij was architect. Hij geloofde niet in rechte lijnen. Alles was krom. Alles liep rond. En dat zie je dus ook in het kunstwerk. Je gaat alle lijnen met elkaar verbinden. Dit zijn voorbeelden, zoals hoe je dat gaat opbouwen. Ontdek de kracht van creativiteit. Vergroot je eigenwaarde en versterk je zelfvertrouwen met de kunstkoker. De kunstkoker is vernieuwing en creativiteit. Het biedt een eenvoudige manier om kunst te omarmen voor onderwijs, educatie, zorg en bedrijfsleven. Ontdek zelf de kracht van de kunstkoker. Vergroot je eigenwaarde en laat je verrassen door de mogelijkheden.